jonge zorgmedewerkers dan, die haken af. Ja, jongeren melden zich wel aan voor de zorgopleidingen. Maar na 3 jaar haken ze af om niet meer terug te keren. Daar waarschuwen Windesheim en Saxion voor. Dat zijn 2 onderwijsinstellingen. Het beroep heeft door de coronacrisis wel een beter imago gekregen. En dat zie je dus ook terug in de aanmeldcijfers. Maar om ervoor te zorgen dat die jongeren er ook bij blijven, moet er echt iets veranderen. Volgens hen gaat het vooral over hbo-verpleegkundigen. Die hebben weinig loopbaanperspectief. Er zijn weinig ontwikkelingsmogelijkheden. En dat komt volgens hen omdat er nauwelijks onderscheid wordt gemaakt tussen hbo- en mbo-verpleegkundigen. Dat zorgt dus voor spanningen, waardoor volgens hen veel hbo-verpleegkundigen de zorg verlaten. Zorgwekkend ook. Nou ja, ik denk dat er echt geïnvesteerd mag worden om te kijken op welke manier je zorgpersoneel aan je kunt binden. En nu ook een welverdiende vakantie kunt gunnen. En straks echt gaat kijken wat de zorg voor de toekomst betekent. En, maar dus dat ook je meer niet... salaris hoor ik dan als je het zo. Nou ja, betere opleidingsmogelijkheden, goed kijken naar ziekteverzuim. Dus het is een sector waarbij je op de juiste manier. Hè. We waren niet voorbereid op een pandemie, maar dat je hierna de komende jaren ook preventief gaat kijken. Hè. We hebben ook allerlei zaken die we preventief kunnen oppakken. Je ziet dat de progressieve partijen daar wat vooruitstrevender in zijn. En ik hoop dat de liberale partijen daar ook op aan gaan sluiten. Want je moet een zorgsysteem ontwikkelen waarbij je veel toekomstgerichter bezig bent. Mm. En enerzijds misschien besparen, maar anderzijds misschien preventief investeren. Ja. Heeft u uw kinderen richting de zorg zien gaan als studenten? Of, nog niet, nee? Nog niet. Maar wie weet, ik heb er nog 2 op de middelbare school. Oh, kijk, dus die kunnen nog die kant op doen.